luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan. Het eerste wat ik zie op de chat is dat ik Shirley Bassey draai is natuurlijk een teken aan de wand. Nou, dankjewel! Zo begin ik mijn verjaardagsuitzending. Hoi! 11 mei 2008. Als ik 11 mei moet opschrijven, dan begin ik altijd ogenblikkelijk daar 1969 achteraan te schrijven. Dat is zo'n gewoonte. Ja. Dat is mijn geboortejaar. En vandaag ben ik jarig. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hans heeft de hele studio in feeststemming gehuld. Overal ballonnen. Ja. Achter mij slingers. Ja. Als je nou op je verjaardag gaat uitzenden, dan moet dat natuurlijk. Ik ben helemaal blij. Ik mocht alleen het pand net niet in. Ik heb een of andere rare storing met de deur. Ja. Ik wil zowel van binnen als van buiten niet open. Dus ik ben via de artiesteningang zeg maar binnengekomen ook vandaag. Komen de nooduitgang. Ja. Precies, daar wordt aan gewerkt. Aflevering 101 van gevonden voorwerpen. Ook dat is feestelijk. Dan is het nog moederdag ook. En eerste Pinksterdag. Ik voel een heel goed excuus aankomen om zometeen wat van Memo te draaien. In elk geval. Maar laat ik Hans eerst even danken voor het zegelen. Het was mij een groot genoegen op deze prachtige Pinksterdag, waar ik niets van Pinksterdag heb gedraaid en ook niets van Moederdag. Oké. Alleen maar Franse sferen. Ik kom ook uit Franse sferen, dus dat komt goed uit. Daar was ik vorige week. Toen was ik in Frankrijk. Wauw. Ik zou zeggen, blijf nog even. Ik heb taart meegenomen. Oh, je houdt vast van pompoesen. Nou, zeker. Ja? Ja. En ik zou zeggen, laten we maar een liedje gaan draaien op dit radiostation. Want dat is toch eigenlijk het ultieme doel waar wij hiervoor staan met z'n allen. Fascination van Alphabeat is de tweede ingevonden voorwerper. Gevonden voorwerper!